staan hier op het kruispunt van de Oude Katzij en de Miel-Boudouinstraat. We zijn onderweg naar de Twee Tongen op de grens tussen Kortijs en Vorsen. En we moeten dus hier de Miel-Boudouinstraat volgen richting Roost. We gaan een stukje in Wallonië passeren en dan komen we terug uit in Vorsen. We staan hier bovenop een van de Twee Tongen. De Twee Tongen, de Sitten, is ongeveer het hoogste punt van Gingelom. Met een 130 meter boven de zeespiegel is dat de top van Gingelom. Het laagste punt in Gingelom is Kamerijk, met een 70 meter, dus een 60 meter verschil. Dat is toch een belangrijk hoogteverschil tussen die twee. Het leuke van hier is dat we nog een 5, 6 meter boven het landschap staan, zodat je een magnifiek zicht hebt. We zien Gingelom, we zien Niel, we zien Borlo. We zien daar in de verte de toren, de silo, waar we juist vertrokken zijn als we naar hier gereden kwamen. Rozo ligt daar, Vorsen en Kortijs vinden we en aan de andere kant achter ons ligt Montenaken. De Twee Tongen is maar één van de vier sites in Gingelom waar we nog Romeinse tumuli vinden. Dus we hebben de Twee Tongen hier, we hebben de Drie Tongen in Montenaken, we hebben de Avernasse Tom en we hadden in Niel Twee Tongen daar op het Tombos, zoals dat nu nog heet, maar die zijn weg. Waarom werd een tumulus vroeger gemaakt? Het dateert uit de Romeinse tijd en het werd eigenlijk gemaakt als zijn een grafheuvel. Mensen die in een tijd stierven en die belangrijk genoeg waren, die kregen zoals de piramiden in Egypte, in Vlaanderen hier een grafheuvel. Die werd met een hand helemaal opgeschept. Er werd een grote houten paaltjes rondgezet, dus werd helemaal ommuurd. En op die manier had je een soort van monument voor de overledenen. Hier zijn twee heuvels, die zijn intussen opgegraven. Daar is eigenlijk niet meer veel in gevonden, buiten nog een paar kleine siervoorwerpen. En aan de hand van die voorwerpen weten we ook dat die in de 2e eeuw na Christus gemaakt zijn. Dus tumuli bestaan al langer, maar deze in Gingelom allemaal trouwens zijn van rond het jaar tussen de 100 en 200 na Christus.